Massa konijn in de Jamie Woo. Meisje aan ten in de Jamie Woo. Sletjes in de Jamie Woo. De sletje daar is Steven Woo. We zijn nog lang niet moe van de Jamie Woo. Beginnen, hè? Jamie Woo. Mensen vonden al heel veel van ons, maar ze kwamen graag terug. Ja, dat vond ik altijd wel bijzonder. Dat betekent toch dat je iets goed doet. De camera loopt. Ah, ja. Ik denk dat wij altijd dingen vooruit zijn blijven kijken, nooit bang geweest zijn om ook goedlopende avonden daarin vooruit te kijken, eventueel zelfs op hoogtepunten al te stoppen en verder vooruit te plannen. En het is heel knap, weet ik als geen ander, om een club zo lang zo hot te houden. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Langer dan 3 tot 5 jaar, dat kan bijna niet. In geen enkele stad, geen enkel land. Ja, wij durfden opeens tafelservice gaan doen, wat totaal not done was in Amsterdam. Mensen wilden het helemaal niet, ja, dus wel. We zaten ramvol. Ik ken niemand die de Jimmy Woo niet kent. En of het nou je ding is of niet, iedereen heeft in zijn hoofd, je moet een keer binnen geweest zijn. Jimmy Woo. Ja, het publiek was het meeste weergaf van wat de Jimmy Woo wilde zijn, zeg maar. Ja. Het zijn meer de momenten dan echte feesten. Maar het was altijd leuk in Jimmy Woo. 10 jaar bestaan, Jimmy Woo was echt legendarisch. Ja, als de hardste club van Amsterdam tegen je zegt, we bestaan 10 jaar, we willen dat jullie een feest geven. Oh, en trouwens, doe wat je moet doen om het legendarisch te maken. Ja, dan kan het alleen maar te gek worden, toch? Please Don't Tell, toen dat begon, dat was wel echt een ding. Dat moet Please Don't Tell, ja, sowieso. Zijn nieuw. Echt leuk. En ook echt zo goed en mooi gegroeid ook. Please Don't Tell. Dat was een goede opvolger van Enter the Woo. Het was gewoon, die avond had wel een naam, die heette Enter the Woo. Maar niemand in Nederland wist dat. Niemand zei ook van, nou ik ga naar Enter the Woo. Weet je wel. Iedereen zei gewoon, Vrijdag Jimmy. Dat was gewoon de avond. Die avond met Van Diesel met Kid Capri, die vond ik echt heel heftig en heel tof. Met mijn all-time favorite DJ Kid Capri uit de States. En het was echt, als het dak eraf ging, de grond trilde, het was echt fantastisch. En Kid Capri, die, ik weet nog heel goed, die gooide na een uur of zo gooide die muziek uit. Echt zo, do-do-do-do-do-do. En die begon zo, we're gonna burn the motherfucker down, we're gonna burn the motherfucker down. En ik weet nog dat ik dacht van, fuck, hij gaat de hele tent afbreken. Ik geloofde hem. Hij zag echt uit als een gangster. Ik vond het zo goed gedaan. Het was echt een show die ik nog nooit eerder gezien heb. Hush Hush, met stipt op nummer 1. Dat was echt het allerleukste feestje. Hush Hush, ja, dat was de oude zondag. R&B, hip-hop, maar wel dansen. Gewoon gezellig. Echt heel, gewoon voor de meisjes, feest, meezingen. Gewoon een lekkere dansavond om je week af te sluiten. Ik wil gewoon niet meer weg. Dat had ik dan wel bij Hush Hush. Gingen mensen liever zaterdag naar werk, zodat ze maandag vrij waren, omdat er gewoon je daar moest zijn. En op zondag kwamen we dan massaal langs om onze fooi op te halen. Uit te geven. En uit te geven gelijk. Ik denk dat ik echt een leveraandoening heb overgehouden aan die zondag. Red Cup Party. Als ik er dan eentje zou moeten noemen waar ik echt heel graag altijd moest werken, of wilde werken, was het inderdaad USSR Models at Work feestjes. Of later ook van vrouwen gehoord dat die gewoon letterlijk niet naar die avond maar gingen, omdat ja, de tent was afgeladen met modellen en mooie vrouwen. En daar werden ze een beetje ongemakkelijk van. En inderdaad, ontiegelijk veel mooie vrouwen, dus dat is niet vervelend om te werken. Toen kwam ik in de booth, Backstreet was aan het draaien, ik was pull-ups aan het doen. Op een gegeven moment had ik de mic in mijn hand van Ruben, was ik hem aan het imiteren. Aan het kloten. Fik, ik weet niet wie, Fik, ken ik die? Nee, Fik. Nee, ik weet die avond nog waar hij het over had. White Boy Wasted, ja man, dat is, hij deed zijn naam eer aan die avond. Het is een feestje van ons, als ik me goed herinner, en hij was zo dronken. En ik weet ook, je kan af en toe van tijd tot tijd een soort kwade dronk hebben. En ik bedoel, ik hou van die man, weet je. Ze zijn allemaal hier in Amsterdam met elkaar. Maar die avond
avond, waar kon ik zijn bloed wel drinken? En toen had hij opeens een imitatie bedacht van de Party Squad volgens mij, dat hij mij daarna deed. Nou, op een gegeven moment, ik weet nou niet meer zeker, want ik had ook wel een paar drankjes op. Volgens mij heb ik hem uit de boet geslingerd of zo. Maar ja, dat kan gebeuren, weet je wel. Ja. Nou, ik heb wel eens een keer geslapen in de gym. Ja, het is tot lange nachten zijn het. En soms dan tijdens de nabesprekingen of tijdens het nazitten, dan wil er nog wel eens iemand in slaap vallen. En op een desbetreffende avond was deze meneer helemaal gesloopt. En toen werd ik wakker gemaakt door... Of door Ivo of Simon. Simon, ik weet het niet meer. En toen zeiden ze dat ik beter naar huis kon gaan. Toen was het 1:30. Ik had een beetje veel gedronken. En die lag zo prinsheerlijk te slapen. Ja, echt te ronken. En wij vonden het allemaal heel erg grappig om het pand te verlaten en hem achter te laten in de gym. Achter de speaker. Ik kan me wel herinneren, zeg maar, toen ik nog heel erg jong was, dat er best wel veel gekke dingen achter de speakers gebeurden. Ik ben heel vaak achter de speakers gestaan, ja. Single life. Ik heb eigenlijk niks daar gedaan, ik lieg. Ik ga gewoon een beetje tof doen, je weet toch. Een hoop leuke dingen die misschien het publiek dan niet helemaal zag. Maar volgens mij is er ook wel eens een keer geurineerd. Ja, zeker. Ja. Jimmy P.